Het is zondag 10 maart 2013, de dag waarop Den Haag even helemaal in het teken staat van het hardlopen. Het is de dag van de CPC. De komende 40 minuten kunt u kijken naar een hele ruime samenvatting van de volledige dag die zich hier op en rond het Malieveld in Den Haag langs het strand afspeelt. Alles dus in het teken van het hardlopen. Ik zei het al, wat hebben we allemaal voor u? Natuurlijk een samenvatting van de allerkleinste lopers die begonnen vanochtend al vroeg bij de Ernst en Bobbyloop. We hebben een speciale verslaggever die rondrijdt op de motor langs het parcours, daar onderweg allemaal mooie verhalen tegenkomt. En die speciale reporter is Sjaak Bral. We hebben een reportage over mensen voor wie het heel erg belangrijk is dat ze vandaag lopen. Want de CPC heeft voor hun een soort therapeutische waarde. Ja, en natuurlijk hebben we ook prachtige beelden, lekkere muziek. En die lekkere muziek wordt onder andere gemaakt door een oud topvoetballer. Als u hem ziet, denkt u, oh ja, kan die jongen ook muziek maken? Ja, deze man kan namelijk heel erg goed drummen. En die heeft voor ons de speciale soundtrack van de CPC 2013 gemaakt. Maar het gaat voor de meeste mensen om de wedstrijd. En die staat op het punt van beginnen. De snelle Kenianen, maar natuurlijk ook de snelle Nederlanders. Met daaronder de Haagse Khalid Choukout. Hij loopt hier een thuiswedstrijd en ook hem volgen we vandaag op de voet. Laten we eens gaan kijken hoe de allersnelste het er vanaf brengen vandaag bij de CPC 2013. Voorafgaand aan de start van zo'n halve marathon, altijd een beetje nerveus gedoe. Mannen die zich nog een beetje warm maken en dit is heel verstandig. De benen invrijven met vaseline tegen de kou. De organisatie kijkt gespannen toe als om 2:30 exact het kanon afgaat. En de atleten op weg zijn voor hun 21 kilometer en nog wat. Door Den Haag, via Scheveningen en dan weer terug richting het Malieveld. Natuurlijk veel Kenianen als toppers. Maar hier in het rood, Buter, in het blauwe shirtje zagen we even Khalid Choukout. Koud water, weinig interesse. Al snel breekt het pelotonnetje en zijn er twee man apart. En later blijft dat bij één, Edwin Kipyego. In de buurt van de haven van Scheveningen, de pace is good. Alleen de wind neemt toe. En dit is dan het voordeel van de koploper. Je wordt een beetje uit de wind gehouden door de motoren. Buter achteraan in het achtervolgende groepje. Daartussen zit nog onder andere Kiplagat. Dat zijn de mannen die het niet gaan halen voor hem. Kipyego gaat het wel lukken. Hij komt hier als eerste over de finish in een prima tijd. 1 uur en 5 seconden. En dat is een persoonlijk record. Wachten is het dan op de eerste Nederlander. Die komt hier aan in het rode shirt. Michiel Buter in een tijd van 1:02:25, maar het was zwaar onderweg. Ja, het was koud, heel koud. Zeker toen we richting het strand draaiden. Toen was het gewoon heel koud. Mijn mond is ook nu bevroren en zo. Dus, maar ja, goed. Op zich ging het oké. Okay. Ja, Michiel Buter was dat. Hij wordt nog hierachter nog even wat geïnterviewd. De beste Nederlander dus in de CPC van 2013. Die wordt gewonnen door Edwin Kipyego. Tot zover het wedstrijdelement van deze CPC. Laten we eens gaan kijken naar een ander wedstrijdelement. Dat natuurlijk wel. Maar laten we eens gaan kijken naar een prachtige sfeerimpressie van de 10 kilometer die eerder vandaag werd gelopen. Het mooie van zo'n evenement als de CPC is dat het af en toe net een mierenhoop lijkt. Allemaal mensen die gaan hardlopen. Deze mensen die maken zich klaar voor de start. Nou, wij hebben onderweg vandaag ook een special reporter in de persoon van Sjaak Bral. En die gaat onderweg allerlei mensen ondervragen. En ik ben heel benieuwd, Sjaak, waar jij je nu bevindt. Ja,
Waar zijn we? We zijn op weg naar de pier. En het gaat slecht met PostNL. Hoe gaat het met u? Goed. Ja, beter als met PostNL. Beter als met PostNL. Heeft u wel vaker hard gelopen? 2 jaar doe ik al. 2 jaar. En aan het oefenen elke dag? Om de, ja, 3 keer in de week. En wat is het streven? Uitlopen. Uitlopen, maakt niet uit welke tijd. Nee. Alles voor de bezemwagen is goed. Ja. Oké. Zet hem op, hè. Zet hem op. Doe je best. Succes. Heerlijk, die stoelverwarming. Wat is dat toch lekker, zeg. Verrukkelijk, stoelverwarming. Hoe verzinnen ze? Ja, die mensen die blijven maar binnenkomen hier over de finish. Allemaal blije gezichten. En wat opvalt is, heel veel mensen hebben van die oordopjes op. Muziek is heel belangrijk tijdens het lopen. We hebben in deze uitzending al een paar keer dat lekkere muziekje gehoord. Wij hebben namelijk een deelnemer vandaag aan de CPC. En een oud topvoetballer bereid gevonden om voor ons speciaal de soundtrack te maken van de CPC 2013. Ik ben Glenn Helder. Vroeger was ik voetballer. Gespeeld bij Sparta, Vitesse, ook bij Arsenal. Ik heb ook nog een Nederlands elftal mogen zitten, maar nu ben ik drummer. Ik ben Frank de Tank, percussionist en ik doe mee aan de CPC. Speciaal voor jullie hebben wij de soundtrack gemaakt voor CPC. Als je zo kijkt naar de gezichten van de mensen die hier over de finish komen, dan vraag je je wel eens af, is dat nou wel zo gezond, dat hardlopen? De gezichten zijn getekend. Je ziet dat de mensen geleden hebben onderweg. Natuurlijk, het is ook koud en de omstandigheden zijn zwaar. Maar je vraagt je wel eens af, is dat nou wel zo gezond? Nou goed, ze zeggen van wel. Niet alleen voor je lijf, maar ook voor je geest. En dat geldt in het bijzonder voor een groepje mensen dat gevolgd is door onze verslaggever Jan Hermsen. Zij lopen hier zeg maar op therapeutische basis. Het brengt rust in je hoofd. Doordat je gaat lopen, dan verandert er iets in je lichaam. Een hormoon of zo. En dat maakt dat je heel, heel prettig voelt eigenlijk. Ik heb het hardlopen echt nodig. Heeft hardlopen je leven veranderd daarnet? Ja. Positief. Dit zijn mensen met een psychiatrische achtergrond. Die zijn in behandeling of ze zijn in behandeling geweest. Ze vergeten even hun problemen. En dat is mooi om te begeleiden. Ik vind het heel belangrijk om in een groep te lopen. Dat stimuleert mij meer dan dat ik alleen loop. En deze groep ook juist? Ja. Wat verwacht je van de City by City? Chaos. Grote massa mensen. Is dat nog eng voor jou? Anders? Veel mensen bij elkaar? Ja, het is wel spannend. Spannend in de zin van dat je loopt in dat half uur. En als je tussen een hele grote groep massa mensen staat, dan moet er geen paniek uitbreken. En hoe voel je eigenlijk? Ja, het gaat wel. Gaat ja. Wel. Jawel. Peer City?
Ja, knallen. Knallen, lekker bij die start en gaan als de brandweer. Ja, ja, ja? Maar want je kan het. Altijd zorgen, hè? Dat weet je. He? Ja, maar je kan het. Altijd zorgen, dankjewel. Vanochtend bij de start staat Annette te trappelen in de blubber bij het Malieveld. En iedereen bij de CityPist Cityloop heeft last van zenuwen. Alle 35.000 lopers. En dus ook Annette. Een beetje bibberen en een beetje toch wel spannend weer voor een loopje te lopen. Uiteindelijk zullen die zenuwen voor niks zijn geweest. Ze loopt een uitstekende tijd de 5 kilometer onder de 30 minuten. In volle vaart is de CPC nu bezig. En we zien dat op diverse manieren mensen worden aangemoedigd. Natuurlijk, dat hoort een beetje bij de couleur lokaal. Maar hier zie ik een aantal dames die met een hand omhoog staan. Waar ben je precies van? Oh, van handbalvereniging Hercules, dames 2. Okay. Wij moeten zo handballen daar. En ja. We hadden de auto ver geparkeerd, want we konden er niet door. En toen? Toen zagen we de eerste lopers aankomen. En we hebben deze bij ons, want we hebben een soort van kampioenswedstrijd. Oh. Daarvoor hadden we ze meegenomen. En toen dachten we, nou, laten we toch maar gewoon even langs het parcours gaan staan. Maar moet je nou niet handballen dan? Ja, we moeten zo handballen, maar we waren extra vroeg weggegaan omdat we bang waren voor al die opstoppingen. Favorieten nog? Ja, John Ouwekerk. Jordi. Welk nummer heeft hij? Ik weet niet, hij heeft Remco. Niet zijn 06 bedoel ik, zijn startnummer. Oh nee, ik heb alleen zijn 06. Jordi! Nou dames, moedig ze aan hè. Ga zo door. Yay! Welkom bij de A-Tivo 5 kilometer loop. We gaan starten over ongeveer 16 minuten en 35 seconden. Ja. Hey, zet hem op, hè! Last van mijn knie. Oh, blessure. Nou ja, ga door, ik ben harder. U ziet het hier achter me, een enorme stroom weer van mensen die de finish hebben gehaald. Zij hebben hun race erop zitten. Ze zien er soms wat vermoeid uit, vooral voldaan. Veel glimlachen zien we ook bij de mensen die hier over de finish komen. Maar wat is er onderweg allemaal gebeurd? Laten we weer eens gaan schakelen naar onze speciale reporter achter op de motor, Sjaak Brol. Nou ja, de race is natuurlijk goed en wel aan de gang en ik zie enthousiaste mensen lopen. Mensen die als een speer gaan en ik zie ook heel veel mensen die... Ach, iets minder gaan als een speer zou je kunnen zeggen. Gaat het een beetje? Ja, perfect hoor. Ja, perfect. Met jullie ook? Met mij gaat het uitstekend. Maar vind je niet vervelend als ze je links en rechts inhalen? Dat hoort erbij hè. Oh ja? Ben je dat gewend in het dagelijks leven ook? Altijd. Oh, ja. Altijd de langzaamste. Wat ga je doen? Welke tijd ga je neerzetten? 1 uur en 5 minuten. Zo is het. Nou joh, je loopt langs het kerkhof. Zorg dat je er niet bij komt hè. Mazzel. Ja, dat was Sjaak Brol. We zien hem straks in onze uitzending weer terug. Onze special reporter op zoek naar mooie verhalen onderweg. Mooie verhalen zijn er ook geschreven, verteld en besproken bij de Ernst en Bobby Loop. Dit podium hierachter was vanochtend vroeg druk. Ernst en Bobby stonden hier. De kinderen waren hier bezig met hun warming-up voor de Ernst en Bobby Loop. Ze waren de eerste lopers van de CPC 2013. Dirk Beers was erbij voor ons en hij maakte de volgende impressie. Het is lekker warm geworden. Jongens, jullie handen zijn een beetje warm geworden. Maar we vinden het ook leuk als jullie. Kan je precies uitleggen van wie je de coach bent? Van mijn lieveling, van mijn zusje, Maisie de Kroes. 1, 2, 3, je hebt al prijs. Oh, Maisie!
plek is verheid. Elektriciteit! En Ernst en Bobby? Dat kijken wij elke ochtend. Eigenlijk moet... maar dan roept mama dat we naar school moeten, maar dan blijven we nog een 15 minuutjes of 5 minuutjes kijken. Dus laat je horen, 1, 2, 3! We gaan winnen! Hey! Mees, ik wil je hand vast hebben, niet je jas. Het gaat heel goed, Mees. Zijn er bijna, Mees? Wat ben jij een goede sprinter! Dit zijn de gelukkigen die allemaal in startnummer 1. Hoe kom ik? Ja! 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 Kom maar! Je verdient een half vijf! High five! Ja, je hebt het gered! Goed zo! Ben je een beetje trots op jezelf? Ja, maar ik ben vooral trots op Messi. We hebben het binnen 6 minuten gedaan! Dat is heel snel! Ben je moe, Mees? Yes! Oh, Mees, ik krijg er geen. Mag ik hem voor haar omdoen? Ja. Oh, ik krijg er geen. Er zit nog eentje over. Alsjeblieft. Voor de coach die zo jong is. Oh, bedankt. Bedankt. En jij ook. Heb je ook een... Ik kan niet meer ademen. Nee? Wilt u deze nog terug? Of ik de microfoon terug wil? Ja. Ja, die wil ik wel terug. Ja, stop ik. Ja. Dag Dirk. Komt ie, daar komt ie. Fantastisch die muziek. Laten we eens gaan kijken of we deze heren kunnen interviewen om te vragen wat ze aan het doen zijn. Heren, goedemiddag, uitstekend, hoe is het met u? Ja, lekker. Ah, het is hier een stuk beter te doen met het geluid. Wat ben je precies aan het doen? Een beetje plaatjes draaien. En waarom doe je dat hier zo voor het Vredespaleis? Omdat het heel erg koud heb, ik een beetje beweging blijven. Ja. En wat voor muziek draai je dan? Want het is natuurlijk specifieke hardloopmuziek, of niet? Run Like the Wind en zo, dat soort muziek. Born to Run. Ja, misschien heeft u vraag aan de opper-DJ. Oké, okay, hi. Hoi. Heb je speciale hardloopmuziek die je draait op zo'n dag? Ja, gewoon pompende beats. Dat is wat ze willen. Gewoon met deze kou. Pompende beats. Pompende beats, zo heavy en hard mogelijk. Ja. En een beetje vrolijk. Heel vrolijk moet zo. Ja, ik word er warm van, in ieder geval. Maar dat is lekker, hè? Dat is lekker. Ja, ik zei het al, heel veel lachende gezichten als mensen hier over de finish komen. Dat geldt ook voor deze mevrouw, 4274 en de naam is Wiesje. Martens, yes. Gefeliciteerd. Dank je. Hoe was het onderweg? Lekker. Ik dacht dat het heel koud zou zijn, maar het viel mee. Het was echt lekker. De wind viel mee, heel veel mensen langs de kant, veel muziek langs de kant. Het was een feestje. Ik vind u nog zo opmerkelijk fris. Ja, ja, het gaat ook goed. Wat is het geheim? Ik heb niet zoveel getraind en dan valt het mee. Kijk, nooit meer trainen dus? Ja, gewoon relaxed erin gaan. Okay. Nou, ga genieten van de prestatie. Dank je. En bedankt Wiesje. Dag. Doei. Ja, dat was Wiesje. Een hele belangrijke dag toch voor haar. Ze heeft er niet al te veel voor getraind. Dat geldt wel voor andere mensen. Wij hadden een speciale soort prijsvraag. Win je eigen reportage. Hebben we talloze inzendingen opgekregen. En Dirk Beers, die is nu op pad met de winnaar. Mijn naam is Sascha Velgersdijk, ik ben 38 jaar en ik woon in Den Haag. Voor mezelf liep ik vroeger ook wel hard. En later heb ik me aangesloten bij diverse loopgroepjes. En ben ik eigenlijk echt gaan leren hardlopen. Dus echt veel bewuster gaan lopen en veel meer op mijn houding gaan letten en op mijn lichaam. Nou, dan kom je ook weer op andere plekjes in de natuur. Dat vind ik ook heel erg leuk. Vandaag ga ik samen met mijn vader, dus dat vind ik ook superleuk. Gaan we samen de 10 kilometer lopen. En het is echt wel een tijd geleden dat ik die lekker en prettig heb kunnen lopen. Dus ik ben heel blij als we die samen goed kunnen uitlopen en dat het een mooie dag wordt. Ik heb best wel een hele vervelende, nare tijd gehad. En die is nu eigenlijk een beetje op zijn eind, gelukkig. En ik heb een burn-out gehad en depressie en heel veel slapeloosheid. Dus echt wel heel veel interne problemen, om het zo maar te zeggen.
En ja, de laatste jaren heb ik ook helemaal niet lekker kunnen hardlopen. En dan was het meer gewoon echt gewoon tegen mijn gevoel in. En gewoon dat het gewoon eigenlijk niet ging. Maar dat ik het dan toch maar deed, omdat ik dan toch bezig wilde zijn. Maar eigenlijk was ik gewoon mijn lichaam aan het tegenwerken. Nog 1 minuut. Eigenlijk is het denk ik gekomen door ontzettende slapeloosheid. Dat ik eigenlijk niet meer kon slapen en dus niet meer in een diepe slaap kwam. En eigenlijk gewoon de hele nacht wakker lag. Dat heeft wel zo'n 10 jaar geduurd, dus dat is echt wel heftig. De relatie was op de klippen gelopen en ik was weer terug in Den Haag. En ik had echt zoiets van, we gaan ervoor. Maar ja, we gingen er dus niet voor. En ik was net met mijn nieuwe opleiding begonnen. Theater maken in Amsterdam. En dat was echt een passie. En dat wilde ik echt super graag en tot een goed einde brengen. En daar moest ik dus ook helaas afhaken. En dat heeft wel weerslag gehad op mijn hele zijn, zeg maar. Dus dat heb ik echt wel heel erg gevonden. Heel vaak heb ik het gevoel gehad dat alles langs me heen ging. Dat ik wel wist dat er in mijn hoofd en in mijn lichaam stofjes en dingen niet goed werkten. Maar dat ik nu wel echt meer de vinger er steeds meer de vinger erop kan gaan leggen. En dat geeft ook wel een gevoel van, er gaat weer iets positiefs gebeuren in mijn lichaam. En dat heeft meteen zijn weerslag op mijn welzijn. Vertrouwen in mezelf komt gewoon steeds meer terug en gewoon het vertrouwen in het leven. En dat geeft echt een heel, dat is echt wel een geschenk. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, het tafereeltje hier achter mij is verre van schilderachtig. Maar ja, dat hoort ook bij een CPC. Het is belangrijk, leeg je blaas voordat je gaat lopen. Anders moet je onderweg wellicht een boom opzoeken. Dat gaat dan weer ten koste van je tijd en allerlei ongemakken van dien. Laten we weer eens gaan kijken hoe het onderweg is trouwens. Bij onze special reporter Sjaak Bral. Sjaak, vertel, hoe is het daar? Ja, zo'n parcours is natuurlijk lastig. Ik begrijp dat ook wel. Het is niet makkelijk om het allemaal vol te houden. En af en toe gaat het ook mis met de markering. Hier gaat het dus mis. Want men loopt hier rechtdoor tegen een hek aan. En dan staan hier dus spontane vrijwilligers. Zoals deze mevrouw. Om het mensen toch de goede kant uit te duwen. Dit heet in vaktermen crowd control. Lukt het een beetje? Ja, nee, ik zou al hier honderden mensen de goede kant uit te duwen. Want ik ken er een heleboel. Ja. En ik roep dit en naar links, pas op het afstapje. Ja. Naar links, pas op. Ja, we kijken even aan deze kant. Kan je zien, als de cameraman even meedraait, hier zie je wat er gebeurt. En mevrouw staat hier dus gebaren te maken. Vrijwillig, want ja. Ik kom voor mijn dochter. Goed zo, naar links. Je komt voor je dochter, ja, maar je helpt de hele wereld. Is dat niet mooi? Ja, prachtig. En we krijgen zo ook nog de halve marathon en de hele marathon. Hier staat hij nog tot een uur of 9 vanavond. Ja, goed zo, je kunt het naar links. Goed zo, nee. Ja, dat was mijn vriendin. Maar ja, je blijft wel zo staan in ieder geval. Ja, weet je, ik neem het gewoon even van je over, want er staat nog een meneer die staat het ook te doen. Ja. Rust maar even uit, ik doe het wel eventjes. We zitten inmiddels bijna op 1,5 uur, 1 uur en 28 minuten. En nu komt het grote pak met mensen over de finish. Eén daarvan is even kijken. Pascal, hoe was het onderweg? Vertel. Ja, hartstikke goed. Eigenlijk ben ik André. Ik heb hem overgenomen van iemand anders. Oh, je loopt illegaal. Ja, ik loop illegaal. Niet verder vertellen. Mooi parcours, ideale omstandigheden, lekker weer. Kan niet beter. Nou, we hebben heel veel mensen die hebben het bijna niet over het lopen gehad, maar meer over de kou onderweg. Hoe was dat? Nou, het viel erg mee. Eigenlijk was het zelfs te warm. Dus als je eenmaal je tempo te pakken hebt, dan wordt het snel warm. Hoe was je tijd?
1:27.58. Dus. En ben je daar tevreden mee? Ja, hartstikke. En nou is de grote vraag, hoe kom je morgen je bed uit? Hartstikke goed. Ik doe normaal triathlons, dus dit is even een warming-up. Ik wou net zeggen, ik heb het idee dat je nog wel twee keer kan, joh. Ja, nou ja, twee keer niet, maar ik zou nog een stukje kunnen. Nou, mooi lachende gezichten. Ga genieten van dit mooie succes. Ga ik doen. Een lachend gezicht, als we het daarover hebben, dat was ook te zien bij een atleet die meedeed bij de wedstrijdlopers. Galit Choukout. Hij komt uit Den Haag en loopt hier dus een thuiswedstrijd. En Jan Hermsen, die volgt hem. Ik heb er echt 4 jaar voor moeten wachten om in mijn eigen stad te lopen. Een van de mooiste momenten uit mijn atletiek carrière. Niet hard starten en steeds kunnen versnellen. Is dit een mooie plek voor jou? Ja, dit is een van de mooiste plekken die ik ken, ja, om te trainen dan, ja. Galit is hardloper en Hagenaar en dus trots op zijn stad. Toen hij 13 was, kwam hij met zijn ouders naar Nederland. Hij begon zijn sportcarrière als thaibokser, maar werd ontdekt bij AV Sparta als hardlooptalent. In zijn geboorteland is hardlopen een hele grote sport, maar toch kiest hij ervoor om van Nederland uit te komen. Ja, ik heb hier beter toekomst dan in Marokko, als een atleet dan. Maar Marokko is toch het loopland? Ja, daarom is de concurrentie ook heel groot. Als ik voor Marokko kom, ja, daar, ja, ik bedoel, je hebt zoveel atleten die 128 minuten lopen. En in Nederland heb je dat niet, dus de kans is heel groot dat ik daar de beste atleet van Nederland kan worden. Choukout werd de afgelopen jaren veelvoudig Nederlands kampioen op meerdere lange afstanden, maar heeft een ander meerjarenplan in zijn hoofd. Hij wil graag naar de Olympische Spelen. Ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen op de 5 en de 10, maar dat is me niet gelukt. En ik denk dat ik op de landafstand een betere kans heb om naar de Olympische Spelen te gaan. Ik wil in 2016 Rio de Janeiro lopen op de marathon. Maar vanmiddag waren er toch de zenuwen bij Galit Choukout bij de start van de CPC-loop. Lopen in je thuisstad brengt het dan misschien toch met zich mee. Galit had voor de City per City een doel met een goed opgebouwde race en niet te snel van start gaan voor een persoonlijk record. Dat moest gaan lukken. Galit ging voortvarend van start, maar moest de snelle lopers al snel laten gaan. En dan was er in de wedstrijd nog het duel van de beste Nederlander. Dat lange tijd ging tussen Galit en de Noord-Hollander Michel Butter. Maar na 13 kilometer vlak voor Scheveningen moest hij ook Butter laten gaan. Een PR zat er mede door het slechte weer voor Galit Choukout niet in. En dus was er na afloop wel een beetje teleurstelling. Nee, dat is net niet gelukt. Maar ja, om dit zware omstandigheden, 1-3 is zeker niet slecht. Nou loop je voor het eerste CPC-loop en onderweg weet ik dat mensen jou enorm aangemoedigd hebben. Ja, zeker. Dat was echt fantastisch om voor de eerste keer in mijn eigen stad te lopen. Ja, ik wilde iets moois laten zien, maar ja, helaas waren vandaag de omstandigheden niet om goede tijden te lopen. Maar ik kom zeker volgend jaar terug om een revanche te nemen. Galit Choukout was dat. Hij liep hier een thuiswedstrijd in Den Haag tijdens de CPC 2013. En hij was blij dat hij hier mocht lopen. Of dat ook geldt voor de mensen die nu nog onderweg zijn. Ja, de toppers die zijn inmiddels lang en breed over de finish. Maar er zijn nog heel veel mensen onderweg door die straten van Den Haag, door Scheveningen. En misschien wordt er wel heel veel pijn geleden. Misschien zijn die mensen wel aan het genieten van alles wat er om hun heen gebeurt. Laten we eens kijken bij onze speciale verslaggever, Sjaak Bral. Ja, je moet jezelf een beetje warm houden, Herman, op zo'n dag. En deze meneer houdt zich ook warm. Hi. Voor wie staan we hier? Voor Maarten. En wie is Maarten? Maarten is een goede vriend van ons, ja. Die vorig jaar in 1,5 uur liep. Maar, hij moet één deze momenten langskomen. Hè? Welk nummer heeft hij? Dat weet ik niet. Dat was een heel lastig nummer. Maar dit moet hij toch herkennen? Je bent een hele zondagmorgen bezig geweest om dit te maken. Samen met mijn zoon, maar die had geen zin om naar buiten te gaan, dus nu sta ik hier. Ach ja joh, ja. Het is net als vroeger met vuurwerk afsteken. Uiteindelijk stond je vader het af te steken. Ja, als jij het zegt. Maar goed, je kan nog wel eens wennen voor de Pasen, want je staat er mooi bij in de Jezushouding. Hè? Dankjewel. Oh, daar komt-ie. Zet hem op, Maarten. Wat natuurlijk ook erg leuk is, is
dat mensen zichzelf proberen warm te houden met muziek. En muziek is mooi, muziek is leuk. Vooral als het gaat om een boerenkapel. Laten we even genieten van een klein stukje boerenkapel. Kom gewoon naar het Loosduinen, hè. Het zijn in ieder geval die stugge mensen als wij allemaal wel denken, die Loosduiners. Allemaal! Zonder mijn moeder had ik dit nooit gered, zeg maar. Hou elkaar vast. Zonder mijn moedertje had ik dit niet gered. Nou, moeder. Kijk eens, man. Zowel op de motor als op de fiets. Alles is in goede baan hebben geleid. Goed hoor. Maast de halve kilo uit, hè, moeder? Hartstikke goed. Vele laatste zullen de eerste zijn. Dat bedoel ik. Geweldig. Geweldige steun, geweldige organisatie. Helemaal echt. Iedereen hartelijk bedankt, echt prachtig. Mama, naar de tranen. Zeg je? Ik heb een grote knop omgezet, dus 160 kilo verleden jaar stoppen met roken, gaan sporten, gezond gaan leven. Dus 25 kilo afgevallen. Ja, dus dat was hard nodig. Dus. Ik mag je bijna een hand geven. Ah, is dat je moeder? Ja, dat is mijn moeder. Mooi, hè? 76 jaar en die laatste kilometer nog even gelopen. Echt onvoorstelbaar. Waar kom je vandaan? Uit Rotterdam. Nou, hier in Scheveningen, het is prachtig, loop ik. Echt allemaal hartelijk bedankt voor de organisatie. Het is geweldig gedaan, ontvangst is heerlijk. Dus het kon niet mooier. Wist je dat je de laatste was? Wanneer had je dat in de gaten? Ik heb de laatste halve kilometer achteruit gelopen. En ik was gewaarschuwd onderweg op de laatste 3 kilometer. Toen heb ik er een stukje opgezet, want ik wilde wel op tijd nog komen. Maar het is geweldig geweest. Dus. En mijn ouders aan het eind, dus ja, prachtig geweest. Maar je vertelde net iets van, je bent gestopt met roken, je bent heel veel afgevallen. Waarom heb je dat gedaan? De befaamde knop is gegaan en mijn oudste dochter die had gevraagd of ik wat langer wilde blijven leven. Dus voor haar heb ik dit gedaan ook. Dus die heb gezegd van papa, ga alsjeblieft gezonder leven. Dus toen heb ik dat maar gedaan. Goed man. Dus dat, het ging om de knop, hè, die om moest. Ja, de grote knop is om stoppen met roken, gaan lijnen. Het is helemaal perfect geweest. Het zijn de mensen die de 21 kilometer en nog wat hebben gelopen. Het evenement zit er zo goed als op. En dan is het altijd goed om even terug te blikken met iemand van de organisatie. Nou, wat zeg ik? De organisator, Mario Kadix. Tevreden over vandaag? Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb heel de dag toch, ondanks de koude en de wind die er heeft gestaan, heel veel lachende gezichten gezien. Heel veel mensen die genoten hebben van de sport. En ja, we zien nu inderdaad de laatste start van de halve marathon binnenkomen. Kijk ik naar de topatleten die we hebben in actie hebben gezien. Hele mooie tijden, echt gewoon onder deze omstandigheden. Super. Net boven het uur, jammer. Ja, jammer. Maar goed, als je kijkt naar de tegenwind die we, zeg maar even, met name bij de, toen we naar beneden kwamen vanaf de 15 kilometer punt tegen hebben gekregen, was natuurlijk een enorme prestatie. Michel Butter, goed gepresteerd. Laat zien dat hij in vorm is. Dus we kijken wat hij gaat doen, allemaal in Rotterdam. Dus dat betreft, ja, en we zijn nu, zeg maar even, heel erg blij. Zeg maar, dat mensen nu blijven finishen en ja, tevreden. En ja, dit is wel de koudste CPC van deze eeuw tot op heden. Dus we hopen volgend jaar op betere omstandigheden. Aan de omstandigheden heeft het niet gelegen, want er waren enorm veel deelnemers weer dit jaar. Hoe ver kan het nog? 35.000 dit jaar, hoe ver kan het nog? Nou, we gaan uiteraard ook weer deze editie evalueren. Gaan we kijken over de doorloop op het parcours. Van wat wij erg belangrijk vinden. Dat mensen wel hun eigen looptempo kunnen maken. We hebben wederom weer met 2 startgolven gestart. Bij de 10 kilometer bij de halve marathon. En tot op heden is het allemaal goed gelukt en geslaagd wat we allemaal zien. Maar goed, we gaan op ons gemak evalueren. En onze plannen maken voor een jubileum editie. 40ste editie volgend jaar. En met een NK, halve marathon. Onderbij, dus dat gaat weer een heel mooi feest worden. Het wordt weer nog feestelijker. Mario Kadix, geniet nog even van al die mensen, ja, die jij toch weer aan het lopen hebt gekregen. Okay. Dankjewel.
Ja, het was ondanks de kou, Mario Kaat, ik zei het al, normaal gesproken, de CPC, dat is eigenlijk de dag waarop de krokusjes weer boven de grond komen. Nu dwarrelden de sneeuwvlokjes zelfs een beetje naar beneden, was het koud onderweg. Maar desondanks heel veel blije mensen, heel veel mooie plaatjes. En laten we nou afsluiten met al die mooie plaatjes. Bedankt voor het kijken en natuurlijk volgend jaar zijn we er weer bij, dan de jubileumeditie. Bedankt, maak er nog een mooie avond van. Koud, hè? Een beetje bibberen en een beetje toch wel spannend weer voor een loper te lopen. We zijn op weg naar de pier. En het gaat slecht met PostNL. Hoe gaat het met u? Goed. Ja, beter als met PostNL. Beter als met PostNL. Ik zit last aan mijn knie. Oh, blessure. Maar ja, ga door. Ik ben harder. Fantastisch de muziek. Vertrouwen in mezelf komt gewoon steeds meer terug en gewoon het vertrouwen in het leven. En dat geeft echt een heel, dat is echt wel een geschenk. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dit zware omstandigheden, 1-3 is zeker niet slecht.